NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Verslaggever van dienst vanochtend is Vincent van Rijn. Wat ga je doen, Vincent? Goedemorgen. Ja, ik ben op weg naar Ede. En dat heeft alles te maken met de rode Amerikaanse rivierkreeft. Dat is zo'n invasieve exoot die zich zeer snel verspreidt in Nederland. En die gaan we vangen. Ik zal er eerst nog even iets meer over vertellen. Ja, nergens in de jaren 80 werd hij voor het eerst in de Nederlandse natuur gezien. Waarschijnlijk geïntroduceerd voor aquaria of tuinvijvers. Maar sindsdien heeft hij zich ontzettend snel verspreid. En nu kunnen we toch wel spreken van een behoorlijke plaag. Ze eten van alles op, zowel waterdiertjes als planten. Ze vreten de sloten gewoon wel kaal. En ander leven wordt daardoor onmogelijk. Nou, zijn allerlei gemeenten in het hele land hebben daar last van. En ik ben dus op weg naar Ede. En daar zijn ze nu bezig om ze te vangen met korven en fuiken. Het gebeurt allemaal in een vijver. Nou, en hoe ze dat nou precies doen, dat horen we zo dus na 7:30. Oké, Vincent. Tot zo dan. We gaan terug naar Vincent, want de Amerikaanse rivierkreeft die verspreidt zich razendsnel in Nederland. Hij vertelde het net, die eet andere diertjes op, maar ook waterplanten zijn voor de kreeften niet veilig. Ook graven ze gangen in oevers, dat kan dan weer leiden tot inzakkingen. Nou, hoog tijd om wat te doen aan deze invasieve exoot, zoals hij heet. En dat gebeurt dan onder meer in Ede, Vincent, onze verslaggever Vincent van Rijn. En hoe doen ze dat daar? Nou, dat doen ze door ze zoveel mogelijk te vangen met allemaal netten en fuiken. En dat gebeurt hier in een vijver in het Proosdijpark in Ede. Ja, het is toch wel een behoorlijke vijver van zo'n 300 meter lang, 75 meter breed. En hier wordt dus deze maand jacht gemaakt op die Amerikaanse rivierkreeft. In de vijver hier ligt een wit bootje. En mannen daarin die de netten en fuiken controleren. Ook in het water hier liggen er al een hoop. Yannick Jansen, u bent de projectleider hier. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Hoeveel van die rivierkreeften zitten hier nou? Nou, we verwachten dat het hier gaat om duizenden in aantallen. Het is een plasje van zo'n 2 hectare en we verwachten 200 tot 300 kilo per hectare. Ja, ontzettend veel dus. En jullie zijn bezig om ze te vangen. Ik zei het net al even, hè, netten en fuiken, dat is de methode? Ja, klopt. Die gebruiken we beide. Daar vang je allebei weer een ander deel van de populatie mee. Dus je hebt echt verschillende soorten vangtuigen nodig en heel veel vangtuigen. Want sommige zitten wel echt op de bodem en sommige wat hoger? Ja, het zijn met name de dominantere die wat vrij rondlopen. En je hebt een deel van de populatie die is wat meer teruggetrokken. En die vangen we op met kleinere vangtuigen waar we aas in doen, waar ze op afkomen. Ik zag net al een heel net met allemaal van die kreeften. Die gingen een grote emmer in. Wat gebeurt er eigenlijk met die kreeften? Nou, voor die kreeften proberen we eigenlijk altijd een duurzame oplossing te vinden bij acties zoals dit. In dit geval werken we samen met een beroepsvisser. En die visser die brengt ze in de handel en vanuit daar gaan ze naar de restaurants. Ja, duurzaam betekent ook wel een beetje dood in dit geval. In dit geval wel, maar wel op je bord. Oké. Okay. Wethouder Geert Ritsma, u bent hier ook aanwezig. Wanneer dacht u van, nou ja, deze mooie vijver, daar moet iets gebeuren aan die rivierkreeft? Ja, eigenlijk kreeg de gemeente Ede via de hengelsportvereniging de eerste signalen. Er wordt hier ook gevist, gewoon door sportvissers. Ja, en die melden ons van wij vangen steeds meer van die rivierkreeften. En toen zijn we dat gaan onderzoeken en kwamen we erachter dat die rivierkreeft echt een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Ja, in hoeverre zorgt het dan voor overlast? Nou, er zitten duizenden van die kreeften dan hier in die plas. Ze eten alles op. Op een gegeven moment is alles kaal en dan kunnen vissen en planten hier niet meer groeien. Het grote gevaar is dat deze kreeften gaan ontsnappen. Want als het op een gegeven moment helemaal kaal gegeten is, deze vijver, kunnen ze ontsnappen, want ze kunnen ook lopen. En dan zouden ze zich in het hele natuurgebied kunnen verspreiden. Nou, voor een groene gemeente als Ede zou dat echt een ramp zijn. Dus vandaar dat we hier nu alles op alles zetten om deze rivierkreeft te bestrijden. Ja, want de rest van Ede, daar zitten ze nog niet. Nee, dat weten we. Dat houden we ook nauwlettend in de gaten. Ja, en dankzij dit project hopen we ook het nu zodanig onder controle te hebben. Ja, dat Ede, zeg maar, kreeft veilig is voor de toekomst. Ja, want één zo'n rivierkreeft kan wel 500 nakomelingen krijgen. Op veel andere plekken in Nederland groeit die populatie gewoon rustig door. Ja, hier wordt natuurlijk ontzettend hard gewerkt. Maar is de kans niet groot dat over een paar jaar deze vijver alsnog weer vol zit? Nou ja, nogmaals, hè, als dit project achter de rug is, dan hebben we het onder controle. En dan blijven we ook monitoren. Dankzij het waterschap wat ook meewerkt. En niet in de laatste plaats ook de sportvissers, hè, die ik ook nog wel even hier wil bedanken. De hengelsportvereniging. Die helpen ons als ogen en oren om in de gaten te houden dat het niet weer misgaat. Ja. Experts zeggen ook al, ja, bestrijding is bijna niet meer mogelijk. Zo hard gaat die groei.
Nou ja, daarom zeggen we ook controle. En controle is wel mogelijk. We kunnen de populatie onder controle houden. Zonder hem helemaal uit te roeien. Dat hoeft nou ook weer niet. Er mogen er best een paar overblijven. Goed. Een paar mogen er dus blijven hier. De jacht op de Amerikaanse rivierkreeft is wel geopend hier in Ede. Vincent tot water weer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. We gaan weer terug naar verslaggever Vincent van Rijn, want die is op pad en op zoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft. Die voelt zich hier in Nederland als een vis in het water. En dat is nou net niet de bedoeling. Vincent is in Ede, waar gejaagd wordt op deze invasieve exoot. Het net wordt hier omhoog gehaald. Projectleider Yannick Jansen, even kijken of er wat in zit. Nou, kijk, we hebben hier een stuk of 20. Die worden nu in een grote emmer gedaan. 20 rode Amerikaanse rivierkreeften. En hoe lang stond dit net er? Deze staan al sinds afgelopen woensdag. We proberen onderdag onze netten leeg te halen. Dat doen we in verband met de warmte op het moment dat de vangst en ook de bijvangst zoals vis, dat die het goed overleeft. Ja. Een stuk of 20 van die kreeften zitten nu in de emmer. Beschrijf ze eens. Ja. Ze worden ook wel beschreven als waterschorpioen. Je ziet dat ze een heleboel poten hebben. Over het algemeen, als ze volgroeid zijn, dan zie je vaak dat de een schaar iets groter is dan de ander. Zijn ze nou ook nog gevaarlijk voor mensen? Niet levensbedreigend, maar ze kunnen hard knijpen. Ja, dus je moet je vinger er niet tussen stoppen. Overal in de vijver liggen nu dus fuiken en netten. Hoeveel fuiken en netten liggen er? We vissen met ongeveer 100 fuiken en 300 korfjes. En voor zo'n actie als dit zijn het wel echt serieuze aantallen. Je hebt gewoon heel veel vangtuigen nodig om de kreeften te vangen die toch wel een beperkte actieradius hebben. En waarom moeten ze nou eigenlijk weg? Want ze lopen hier. Wat doen ze nou voor kwaad? Een van de voornaamste redenen is dat ze gewoon een bedreiging zijn voor je inheemse soorten. Daarnaast graven ze ook holen in de oevers. Dat zorgt voor inzakkende oevers, instabiliteit. Een van de mannen hier in Ede die de Amerikaanse rivierkreeft als eerste opmerkte is Peter Doorlas van de hengelsportvereniging Voor Ons Plezier. U heeft ook een pet op van die vereniging. Ja, klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zagen als vissers dat er steeds meer van die rivierkreeften hier rondliepen? Ja, klopt. Tijdens onze rondes, natuurlijk ook tijdens wedstrijden, gewoon activiteiten, werden regelmatig rivierkreeften gevangen. En het werden er steeds meer. Kwamen er op een gegeven moment meer kreeften dan vissen boven? Dat valt gelukkig wel mee, maar het is met name incidenteel. En lopen ze hier, want we staan hier aan de rand van de plas, lopen ze op een gegeven moment ook over de rand? Heeft u dat ook al gezien? Ja, dat merken we bij de ecologische oevers. Die zijn niet steil. En dan met name in de ochtend en in de avonduren, dan zien we ze de kant op kruipen. Niet bij het hele grote getale, maar het gebeurt wel. Yannick Jansen, projectleider. We lopen even naar de auto. Daarin staat een enorme emmer met, ik denk wel, een paar honderd kreeften erin. Ja, klopt. Waar gaan ze heen? Ze gaan nu mee met de beroepsvisser. En dan gaan ze naar de handel, dus naar de restaurants. Ja, dus ze kunnen op u of mijn bord belanden uiteindelijk. Ja, klopt. Dus wat dat betreft zijn wij ook heel blij dat de restaurants weer open zijn. En zijn ze een beetje te eten? Ik vind ze zelf heel lekker, ja. Kreeftenexperts zeggen ook wel, bestrijden heeft eigenlijk geen zin. Ze krijgen zoveel nakomelingen per jaar. Het is een beetje dweilen met de kraan open. Heeft dat vangen met een netje, hoe goed bedoeld ook, dan wel zin? Als je het mij vraagt, wel. We hebben bij de pilot die we eerder gedaan hebben, hebben we gezien op het moment dat je het grootste deel wegvangt, dat je een goede kans hebt dat je ecosysteem ook weer om gaat slaan. Dat wil zeggen dat je van troebel naar helder water gaat, waar waterplanten weer terugkomen, waar macrofauna, dus beestjes zoals onderwaterkevertjes en schorpioenetjes en larfjes, dat die weer terugkomen. En juist die beestjes die prederen, dus die eten weer de kleine kreeftjes. Dus we hopen eigenlijk met de omslag van je ecosysteem dat je die kreeft ook een beetje onder druk kan houden. En anders komt u volgend jaar weer terug met de netten en fuiken? Nou, we blijven hier sowieso monitoren, dus ik kom hier sowieso nog terug. Verslaggever Vincent van Rijn in Ede, waar de Amerikaanse rivierkreeft wordt bestreden.